Welkom bij Wetenschap 101. 101 seconden is een enorm korte periode, zeker als je het vergelijkt met de leeftijd van het heelal, bijna 14 miljard jaar. Maar sterrenkunde is de wetenschap van de grote getallen en ook in 101 seconden gebeurt er heel veel in het heelal. Zo legt de aarde in die periode in zijn baan om de zon 3010 kilometer af. En elke 101 seconde dwarrelt er alles bij elkaar ongeveer 47 kilo ruimtestof op het aardoppervlak neer. En de zon, die kan er ook wat van. In 101 seconden wordt er in het binnenste van de zon, via kernfusie, maar liefst 70 miljard ton waterstof omgezet in helium. En daarvan gaat 434 miljoen ton, elke 101 seconde, direct omgezet worden in energie, waar wij natuurlijk licht en warmte van de zon aan te danken hebben. En een lichtstraal, met die snelheid van 300.000 km per seconde, die gaat dus in 101 seconde 30 miljoen en 300.000 km, en dat is ongeveer 40 keer op en neer naar de maan. En dan hebben we de snelst roterende ster in het heelal, dus een kleine pulsar op grote afstand van de aarde, die draait in 101 seconde meer dan 72.000 keer om zijn as. En als je het hele heelal bekijkt, dan knallen er elke 101 seconde zo'n slordige 3000 supernova-explosies verspreid over vele miljarden sterrenstelsels. En de oerknal, die ligt natuurlijk 101 seconden verder in het verleden. Tot de volgende keer!